Jongens, bedankt hè. Dat vind ik zielig. Hallo, mijn naam is Gerard Joling en leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn nieuwe filmpje. En ja, ik weet niet of jullie op mijn nieuwe website hebben gekeken, maar er zijn allemaal nieuwe shirts voor Wild West Thuisbest met een totaal nieuwe collectie met allemaal glitter glamour, maar ook gewoon zonder glitter. Dus kijk eventjes hier omhoog en dan kun je het zien. Klik gewoon aan en dan komt het goed. Hoe meen je dat nou? Ja, natuurlijk. Voor in de bus, voor die fans. We hebben zelf gepunten. Nee, echt waar? Nee, die vind ik echt leuk. Nee, ze worden mensen. Doen we toch? Nee. Moet je wel even opzetten. Natuurlijk hey. Doen we dat. Ja. Nee, dit is serieus. En succes in de arena en succes bij Rob. Okay. Hartelijk dank, dank jongen. Fijne dag. Nog een keer jullie draaien, graag. Dag jij dan. Is dit goed? Bloed, zweet en tranen? Allemaal ja, joh. Dit is toch lekker. Maakt helemaal niks uit. Bloed, zweet en tranen. Jullie de laatste kaarten weg. Wild West Thuisbest. Oké. Jeroen? Ja? Een hoed? Als je wil. Lekker spontaan ook. Oké, daar komt ie. Neem ze maar mee. Ik bedoel, mocht ze meenemen, toch? Ja, zeker. Okay. Dankjewel. Ja, veel plezier. Hey jongens. Bedankt hè! En ook weer terughalen. Dus ook... Rij jij, Geert? Ja, we zijn net klaar bij 100%NL en we hebben een interview gedaan met René, Jeroen. Over natuurlijk Wild West Thuisbest. En we gaan hier met een gigantische bus wat fans bezoeken, René. Ja. En dat is superleuk. En moet je eens kijken hoe het eruit ziet. Dat is toch fantastisch? Prachtige bus en een open haartje bij. Hè? Dat wij toch ooit nog op een sjaaltje kwamen en een kussen, hè? Ja. En op een bus. Het is niet gering, hè? Het zijn heel mooie kussentjes geworden, ook zeg. Ja, dat is toch superleuk. Waanzinnig, hè? Daar doen die fans dan daar een moord voor, dat snap je toch? Trouwens, ik vind ze zelf ook nog leuk. Ben jij op de bank pas jezelf? Wat dacht jij? Ik heb er een beetje rekening mee gehouden. En dat bepaalt zeg maar de majesteit wie wel of niet er wijd voor krijgt. Nou, dit is jasje 1. Hartstikke leuk. Mark, mooi jasje. Absoluut. Volgende. Goed. Dan is dit is het grootste twijfelgeval wat nu komt. Aarlaf Maxima, het is natuurlijk enig. Ik heb hem al 2 jaar hoor. En ik heb eigenlijk nog nooit aangedurfd met iets waar zij aanwezig was, omdat ik het dan net een beetje too much vond. Maar ja, ik ben helemaal een beetje too much. En dan... Natuurlijk enig. En ja, het is een beetje veel. In ieder geval. Maar Mark, wat vind jij? Deze. Deze? Ja. Geen maximaal, hè? Nee. Gewoon netjes houden. Netjes houden. Dat gaan we doen. Dat is goed. Yes, we zijn eruit hoor. Dank u wel, hoogheid. Ja, we gaan jongens. We zijn nu bij het paleis. En we moeten nu langs de Marseillais. Dus ik denk, kijk, oh, hier moet ik erin. Oh, dat is eigenlijk best wel spannend, hè? Ja, soort van wel, toestand ja. Allemaal. Moet ik even die dingen meenemen, hè? Ja. Ja, het was enig. Het was echt zo leuk. Ik zat de eerste half uur bij de eerste uur bij de koning aan tafel. En later nog koffie gedronken met Maxima. Het was te enig. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk het eten met al die lakeien. En keurig alles erop en eraan. En fantastisch verzorgd. Met een volgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. En wat stond er op het menu dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat wel kan of mag zeggen. Maar ik heb wel de uitnodiging. Dat is ook wel leuk, vind je niet? Kijk eens hoe enig. Mag ik een enorm applaus voor Tia Martin? Yeah! Hallo! Zij voelen dat je meer dan verdient. Goed gedraaid en goed gedownload. Dus als jullie het leuk vinden, ik zou zeggen, download hem morgen wat gezellig. Dan hebben we er allebei wat aan. Laat maar komen die elkaar hoor. Ongelooflijk lief. En doe er ook een applausje bij van Gierzolingen.
gezelligheid. Zo. Goedenavond allemaal. Is dat allemaal? Zo. Jij bent nieuw, hè? Goed zo. Goed zo. Moes Kelly, gaan we een beetje tijd kijken vanavond. Je hebt hem toch geen hand gegeven? En ik zal zoveel mogelijk mijn best doen om bij iedereen even dezelfde tafel te komen. Ik ben een beetje slag. Dankjewel. Tafel 42, daar gaan we. Misschien lach je ook wel toe, wie zal dat zeggen? Jij vindt het leuk, ik bedoel dat je bezig bent. Maar nee! Ga maar hoor, maar niet eens. Nou, dan weer naar de sporen. Eester. Dus misschien is het heel erg als je het blijft doen. Heel erg. Maar dit gevoel heb je zelf. Dit is alle eerder. Sure, joh. Nou, kijk. Het duifje zit nog te broeden. En ik denk dat in deze kooi een klein duifje het niet gehaald heeft. Die is gisteren uit het ei gekomen. Maar die zag ik net ter zielen in het nestje. Dus even kijken. Oh. Kijk nou toch. Een dood. Duifje. Dat vind ik zielig. Nou, die zullen we even mooi in een doekje doen. Och, gos. Kan ik ook niet uitstaan eigenlijk. Maar ja, goed, je kan er niks aan doen. Dat is de natuur. In de natuur moet ze loop hebben. Dat zeg ik. Maar er zit nog op een eitje. Zit daar al wat onder, vriend? Ja, een paaseitje. Oh, dat duurt ook niet lang meer. Gezellig. Nou, zo rommel je maar in mijn gezellige tuintje. Nou, even met Cor en mijn moeder eventjes de tuin laten zien. Gezellig, hè? Hartstikke leuk, Geer. Dat heb je hier. Nou, kijk, dan heb ik hier. In de boot, dus dan ga je de boot in. Leuk. Dit is een reddingsboot hier. Dan gaat u maar even zitten. Kijken of het lekker... Komen er nog kussens in, hoor. Geert, alles kan niet tegelijk. Nee. Nou, daar zitten ze, dames en heren. De koning en de koningin. Gezellig. Gezellig, mijn moeder en Cor. Op visite. En wie staat er bij mij voor de deur? Ha!
Haha! Mijn broer en mijn schoonzus! Nou, als dit geen paasmeest is, dan weet ik het niet meer. Kom verder! Jullie zijn welkom! Ja, dankjewel! Wat een giller, jongens. Het is eerste paasdag. Ja. Gezellig. Mijn schoonzusje, mijn broer, mijn moeder. Mam, zeg eens wat gezelligs tegen alle lieve mensen van mijn vlog. Hallo, lieve kijkers. Nou, we zijn eindelijk weer eens een keertje bij Gerrit. Het is een hele tijd geleden dat ik hier geweest ben. Ik kon zijn laatste huis niet meer. Maar het ziet er allemaal heel leuk uit met al die beesten. Vind je deze vlog leuk? Zeg maar, vind je deze vlog leuk? Ja, ik vind doe je duim omhoog. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Je kunt abonnee worden en het kost je niets. Nou, ja. Dat is toch enig, hè? Groetjes van Gerrit. Nou, we zijn samen met John. Het is zondagmiddag. We gaan even naar de kickboxwedstrijd. We geloven ook dat het, of we denken ook dat het neefje van Wino moet boksen. Dus dat is wel even geinig, hè John? Ja, geinig. We gaan even kijken waar we terechtkomen. Het zal weer een bijzonder hok zijn hier. Maar wij vinden het altijd heel gezellig, dit soort evenementen. En kijk, er zijn allemaal gezellige mensen bij de deur. Ik zit hier naar de kickboxwedstrijd te kijken, maar we hebben nog heel jonge kinderen. Ik zit naast de vrouw van Nicky Holsken. En ik moet je zeggen, die gaat kapot van de zenuwen. De zoon is aan het boksen. Maar van de gierdraam. Nog eentje, wat gezellig. Ben je niet zenuwachtig voor je broertjes, Kurt? Ja, ik vind het ook een beetje engig allemaal. Ik vind ze wel heel jong nog. Ja, ik ga kijken ook. Klaarmaken voor hoofdruimte nummer 2. Derde ronde, hij komt uit de zwarte plek! Kom gewoon een feestje vanavond. En ik wil ook en mocht je denken, jongens, ik vind het leuk. Nou, like it. En mocht je abonnee willen worden, het kost je helemaal niets. Ik zou het hartstikke leuk vinden. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.